Elke zondag in de vroege morgenuren is het Mirandabad in Amsterdam het domein van Frans Kuiper, de trainer van ons nationale waterpolo zevental. Onder zijn leiding oefenen een stuk of 12 van onze beste waterpolo-spelers zich wekelijks enkele uren in alle facetten van de zwemsport. Het is een bijzonder straffe training die altijd begint met een paar honderd meter zwemmen. Uiteraard wordt er daarna veel aandacht besteed aan het zuiver plaatsen van de bal, waarbij een uitstekende lichaamsbeheersing een eerste vereiste is. De techniek van het plaatsen en stoppen van de bal is van doorslaggevend belang bij waterpolo. Het Nederlands zevental staat in de zwemwereld bijzonder goed aangeschreven. In 1950 behaalde het in Wenen het Europese kampioenschap. Bij de Olympische Spelen in 1952 brachten onze landgenoten het er minder goed af, maar ze hopen in het toernooi om de Trofeo d'Italia, dat binnenkort in Nijmegen zal plaatsvinden, weer een eerste prijs in de wacht te slepen. De zware en serieuze training waaraan deze mannen zich vrijwillig onderwerpen en die een voorbeeld kan zijn voor vele andere sporten, bewijst dat het hun ernst is. Uit de 12 die hier oefenen, zal straks het zevental worden gekozen dat de Nederlandse kleuren in Nijmegen zal verdedigen.